Welkom bij deze tijdloze reading. Vandaag de Earth Magic Oracle-kaarten en de Talima Tarot. Welkom, fijn dat jullie weer kijken, liken, delen, abonneren, doneren. Dankjewel ook voor de vele nieuwe positieve comments op dit kanaal en op mijn andere kanalen. Ik ben een intuïtieve reader, dus ik channel veel andere manieren van readen. Voel de energie van de kaarten. Als dat jou aanstaat, doe daar dan je voordeel mee. Ik heb in totaal 4 tarotkanalen, dus kijk ook even op de andere kanalen voor nog meer gratis readingen. Ik werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Iedere dag sowieso dan 4 readingen voor jou. Wat mogen wij weten voor vandaag, voor deze tijdloze reading? Dus als je deze reading meteen vandaag ziet of pas over een jaar, dan is het voor jou bestemd. Wat mogen wij weten voor deze tijdloze reading? Je wens gaat uitkomen, hoe dan ook. Dus blijf positief met de zonkaart. Je wensen gaan uitkomen. Kan zijn dat je sterke leeuw en of waterman in je zon, maan, venus of ascendant hebt, maar dat hoeft niet. Blijf positief, je wensen komen uit. Wat mogen wij nog meer weten over deze tijdloze reading? Onderaan het dek, je hebt ergens nog geen grip op. Je hebt iets nog niet onder volledige controle, hoor ik. Kan zijn dat je nog iets aan vaardigheden of aan verdieping nodig hebt. Ik ben eventjes mijn lampje aan het aandoen, want ik vind het toch wel een beetje te grijs buiten. Dus het kan goed zijn dat het voor jullie te donker is. Misschien dat je het complete plaatje nog niet ziet, want mijn lamp wilde niet meteen aan. Misschien dat er nog wat duidelijkheid moet komen met die zonkaart. Je bent op dit moment heel veel zaken aan het uitzuiveren. Pijn, verdriet, karma, echt allemaal oude meuk wat uit je systeem mag. Conditioneringen waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt gehad. Of dat nu van je ouders komt, van school, dat soort zaken. Allemaal uit je systeem gehaald. En ik denk door die opschoning, dat er een bepaalde oude wijsheid in jou zit, wat dan bevrijd wordt, wat omhoog komt. En het kan zijn dat je daardoor gaat veranderen. Dus dat het tot bloei mag komen. En dat dat betekent dat dat bijvoorbeeld een aanvulling gaat geven op jou dagdagelijkse leven of op werkgebied. Onderaan het dek zit je nu nog in eb en vloed. Dus het is een weerwar van positiviteit, diepe emoties. Hè, je bent nog niet helemaal door die purificatie heen. Vandaar dat het dat het een weerwar is van eb en vloed. Die eb en vloed is die toren waar je doorheen gaat. Nog niet alles is uitgezuiverd. Geef het gewoon zijn tijd en het komt goed. Je ziet hier ook bij deze koning van zwaarden. Stoom komt uit zijn oren. Dus het kan zijn dat je ook dingen aan het overdenken bent. Of dat je van de ene emotie naar de andere gaat. Dat je onrust voelt, etc. Maar dat hoort bij dit proces. Kan ook zijn veel onrustige nachten. Wat ik zeg, overdenkingen met al die zwaarden. Maar uiteindelijk met die 6 van bekers komt er weer rust en balans. Wat mogen we weten over die purificatie die er dus op dit moment gaande is. Waardoor de boel helemaal in rep en roer is. 10 van zwaarden. Ja, je bent heel veel dingen aan het loslaten, vooral zware zaken, dingen die je niet meer dienen, dingen die
je gewoon te veel je leven eigenlijk in zijn grip hadden. Dingen van overdenkingen loslaten. En je gaat meer richting die stabiliteit met die koning van munten. Dus je komt in rustig vaarwater. En op het moment dat de boel opgeschoond wordt, jij in rustig vaarwater komt, dan gaat er dus iets tot bloei komen in je. Bepaalde gaven, die misschien nog helemaal de ruimte niet had, omdat het helemaal bedolven lag onder het puin en as van die toren. Van al die conditioneringen, al die oude karma. En ik denk dat je het mag verwelkomen, dat het als goed nieuws is. Je ziet hieronder ook die salamander, staat ook voor transformatie. De leerling ook, met die schildknaap. Het kan zijn in het begin dat je eigenlijk niet zo goed raad ermee weet. Maar laat het maar gewoon over je heen komen. En uiteindelijk dan omarm je het alsof het nooit weg geweest is. Alsof het gewoon een vast onderdeel van jou is. Wat mogen wij weten over die gedaanteverandering? Dus dat jij je snel kunt aanpassen. Voel ook dat je uit een chameleonfase komt. Van alsmaar altijd aanpassen aan mensen, situaties. Daar ga je uitstappen. Jij hebt altijd naar de pijpen van anderen gedanst en je kiest nu je eigen pad, je eigen weg. Je pure eigen identiteit ga je niet meer verloochenen. En je durft voor jezelf op te komen, laten zien wie jij echt bent. En dat is dus ook een moment van stabiliteit en balans. Helemaal puur jezelf zijn, dan ben je pas echt in evenwicht. Met de vijf van staven kan het zijn dat je toch nog weerstand gaat krijgen van mensen om je heen. Die het niet zo fijn vinden dat jij nu je eigen koers vaart. Weerstand krijgen van familieleden, partners, frenemies, noem maar op. Mensen die altijd van jou geprofiteerd hebben en het gewoon niet fijn vinden dat jij nu veranderd bent. So be it. Er komt een heel nieuw potentieel begin voor jou. En pak die kans, ga ervoor. Ja, het is tijd om te gaan. Om je te bevrijden van nog die oude meuk. En als je op een gegeven moment vrijelijk kunt bewegen, in wat voor dans je ook doet. Je niet meer schaamt voor hoe je eruit ziet, wat mensen van je denken, wat je geloofsovertuiging is en wat vooral de geloofsovertuigingen van anderen zijn. Dat geeft die pure vrijheid voor jou. Jezelf omarmen voor wie je daadwerkelijk bent. En hier hebben we dus ook die kaart van vrijheid, die 9 van munten. Vrijheid, onafhankelijkheid op het moment dat je dus weet wie je bent en daar ook heel snel in groeit. Van de schildknaap in ene knal naar die 9 van munten. Natuurlijk heb je heel veel geleerd hier met die 9 van staven, maar je komt vooruit met de zegenwagen die daaronder ligt. Dus hele mooie kaarten van sterke groei. Van vooruitgang. Ja, je hebt het toch maar gedaan. Je hebt dag en nacht gebikkeld. Je schaduwzijde aangekeken. Voor sommigen ben je jarenlang bezig geweest om zover te komen. Ja, mensen kunnen heel makkelijk oordelen, maar weten zelf niet. Ja, die denken allemaal dat je het in je schoot geworpen krijgt. En het tegendeel is waar. Je hebt er keihard voor moeten bikkelen. En uiteindelijk is het dan ook zover. Nieuw potentieel, nieuwe kansen, misschien wel multitasken, maar daarbij je balans behoudend. Goede, gezonde keuzes maken die bij je passen, omdat je vanuit je authentieke zelf keuzes maakt. Echt jouw pad bewandelen zoals die moet zijn met het wiel.
En al het zware, overtollige, dat heb je al lang losgelaten. Met die purificatie die we hier hebben liggen. Je voelt je bevrijd. Je kan eindelijk jezelf op een dusdanige manier bewegen. Dat het jou niet uitmaakt of het nou in het ritme is of niet. Of het op de muziek is die anderen aanstaat. Jij voelt je één met de muziek en je gaat ervoor. En je loopt synchroon met alles rondom je. En dat is de bedoeling. Je authentieke zelf vinden. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.